Hey, hallo iedereen. Ik wou, terwijl dat ik buiten ben, zijn er heel veel dingen die door mijn hoofd gaan en waar ik moet aan denken. Dan denk ik van, oh ja, dat moet ik nog delen. Oh ja, dat is interessant om te weten. Oh ja, dat is voor iemand die een tweelingvlam is. Dat is goed dat ze dat weten. En een van de belangrijkste dingen dat je eigenlijk zou moeten weten, is dat... dat wanneer je op het pad van een tweelingvlam loopt, dat hetgeen die het moeilijk maakt, dat zijn de eigen schaduwen van beide tweelingen. En wanneer je iedere keer de kracht vindt om terug te kijken naar de liefde die er wel is, dan ga je merken dat eigenlijk die liefde altijd maar groter en krachtiger en sterker aanwezig wordt. Zodanig dat je tot op het punt komt dat of dat die persoon nu fysiek bij jou is of niet, dat je die hun energie toch altijd blijft voelen. En uiteindelijk is dat het belangrijkste punt over het ganse tweelingvlamverhaal gedoe, omdat het in eerste instantie een manier is waarvoor je ziel gekozen heeft om terug te keren naar liefde, terug te keren naar onvoorwaardelijkheid. En voor onvoorwaardelijkheid wil zeggen dat alle omstandigheden die er zijn in de 3D, of het nu afstand, of leeftijd, of overtuigingen, of religie, of zelfs geslacht, of het al dan niet getrouwd zijn, of wat dan ook, dat dat er allemaal niet toe doet en ook geen niets te zeggen heeft over of iets waardevol is en of er iets mag zijn. Maar wel de emoties die ermee gepaard gaan. Zowel mijn tweeling als ik zelf hebben dat vaak ook tegen elkaar gezegd. En tot op vandaag de dag nog steeds, omdat ook daarin onze connectie ook maar altijd sterker en krachtiger wordt. Er is niets anders en mooiers om een dergelijke zielsconnectie te ervaren. Maar het is niets zo uitdagend en f-up, als ik het zo mag zeggen, want anders word ik misschien geen band hier op YouTube. Dan de spiegeling en de pijn die je voelt, niet door jouw twee leven lang, niet door liefde, maar door leven op zich, door het zijn van de ziel hier op aarde. Want dat is het pad dat we gekozen hebben om lessen en ervaringen te leren. En als jij een tweelingvlam bent en je bent niet in staat om telkens uit dat 3D-jasje te stappen en terug te keren naar de energetische verbinding en te verbinden vanuit die 5D, vanuit de energie waar dat je al één bent en samen bent en alleen maar onvoorwaardelijke liefde ervaren wordt, ja, dan is het onmogelijk om ook die liefde in het fysieke, dus in de realiteit, in het 3D te ervaren. En als je mijn video van gisteren gezien hebt rond manifestatie, dan ga je ook begrijpen waarom dat het tweelingvlampad, het manifesteren van je tweelingvlam in het fysieke, inderdaad ook een verhaal is van eerst energie en dan het naar beneden trekken, het in het hier en het nu, in het 3D te halen. Dus het gaat niet over de voorwaarden. Het gaat niet over de omstandigheden. Het gaat niet over hoe iemand denkt of wat ze zeggen of hoe dat ze eruit zien of hun karakter of wat dan ook. Nee, het gaat veel verder dan dat. En het gaat over de emoties dat je dan ervaart wanneer je in staat bent om alle controle los te laten. En zeker als vrouwelijke energie, wanneer je, maar ook de mannelijke energie natuurlijk. Maar wanneer je beiden in staat bent om volledig te zakken in jullie hart en die volledige, diepe connectie die allesomvattend is, om dat toe te laten. En dat kan heel, en dat is heel overweldigend, want het is iets wat je nog nooit ervaren hebt. Het is iets wat de meeste mensen niet kennen en ook wellicht niet zullen ervaren in dit leven. En dat is ook oké. Maar als je met mij resoneert, dan is de kans groot dat je lichtwerker bent. En in tweede instantie misschien zelfs ook een tweelingvlam. Dus blijf niet vastzitten in structuren omdat je weet dat dat een bepaalde veiligheid geeft. Of een bepaalde, omdat dat zekerheid geeft, omdat je dat kent, omdat je weet waar dat het gaat zijn.
Zet u niet vast aan labels. Zelfs labels, woorden zoals tweelingvlam of zielsconnecties of soulmates of wat dan ook, is gewoon maar één manier om iets duidelijk te maken, om uit te leggen waarover dat we het hebben. Niemand kan zeggen voor 100% van dit is jouw tweelingvlam of niet. Vaak zijn er veel mensen die mij vragen van is die persoon mijn tweelingvlam? En wanneer ik dan voorbij ben met de energie, dan kan ik aan de hand van de energie voelen of dat inderdaad van dezelfde frequentie is of niet. En, maar dan nog, wil dat daarom niet zeggen dat de mensen die op jouw pad komen, niet waardevol zijn. Want er zijn heel veel lessen die je te leren hebt of kan leren met andere mensen, met soulmates, high soulmates, die een hele hoge frequentie ook hebben. Net bijna dezelfde frequentie als jou, laat ons zeggen. Maar die niet jouw tweelingvlam zijn. Maar ook daar hoef je ook geen rekening mee te houden. Je hoeft er zelfs niet over na te denken. Want alles verloopt zoals dat moest zijn. En wanneer je altijd kiest voor liefde en jezelf op de eerste plaats zet, dus jezelf als prioriteit zet, dan komt die tweelingvlam als vanzelf. Want in energie zijn jullie één. Dus dat betekent wanneer je aan je schaduw werkt en aan je benen werkt, dat die tweelingvlam als vanzelf komt. Zo, ik ga het hier belaten. Ik zie dan mijn vriendin er ook aankomt. En we gaan samen hier verder doen met de paardjes die nu lekker aan het grazen zijn. En ik zie jullie in de volgende video. Dag!